Goedemorgen allemaal. Zo. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes. Nee, we gaan gewoon presenteren. Maar je kan het nooit laten, hè? Als je dan zo'n vleugel ziet staan en je kan een beetje spelen, dat is leuk toch? Nee, ik ga het over ondernemen hebben. Dat vind ik leuk. En dat mag ik dan door mijn eigen ogen doen. Daar zit natuurlijk allerlei subjectiviteit in. Kijk er een beetje doorheen. Als het niet schuurt, is het niet interessant. Ja, en ik heb natuurlijk altijd een paar voorbeelden. Waar ik dan zeg van, nou, volgens mij moet het zo niet. En die zijn soms nog inspirerender dan hoe het wel moet. En ik begin met een treurige boodschap. En dat is misschien wat we ook allemaal wel weten. In Nederland hebben wij meer dan 800.000 mensen die lijden aan stress, burn-out en depressie. En ik kan je vertellen hoe dat komt. We zijn ontzettend goed in staat organisaties te bouwen, zeker ook in Nederland, waar mensen heel droevig van worden. En dat moet dus anders. En er is een ontzettend simpele toverformule voor. En dat is de volgende, die passen wij zelf al 21 jaar toe. Steek heel veel liefde in je medewerkers. Dan stoppen zij die liefde in de klant. En dan rollen de euro's achter je aan. Dat betekent dus niet focus op euro's. Niet focus op het resultaat, wat ik zo vaak in organisaties zie, waarvan die spreadsheet ridders alleen maar bezig zijn met in de Excel proberen het resultaat te verbeteren. Nee, begin nou eens bij die medewerker. Liefde in die medewerker betekent liefde voor die klant. En dan wordt er veel te weinig gesproken over liefde in de boardroom, laten we eerlijk zijn. Nou, dat ga ik met jullie doornemen. Doe ik aan de hand van 6 tips. En die katapulteren jullie, zeg maar dan, zodat je omzet door de lucht heen schiet. Tenminste, dat is het idee. Zijn dit tips die zo ontzettend vernieuwend zijn? Helemaal niet. Dat kun je 50 jaar geleden ook al doen. Het punt is alleen, ik zie ze zo weinig. En zolang ik nog steeds directie parkeerplaatsen voor de ingang van de deur zie, dan blijf ik dit verhaal gewoon houden. Is dat afspraak? Overigens moet ik zeggen dat ik zelf altijd wel blij ben met die directie parkeerplaatsen voor de deur. Want ja, dan kom ik aan bij zo'n klant en dan parkeer ik mijn auto voor de deur. En dan liefst ook nog gewoon overdwars, over 2 van die directieparkeerplaatsen, gewoon om te irriteren. Meestal komt er dan iemand naar buiten gerend die zegt, ho meneer, dat is voor de directie. Ik zeg, ja, maar ik ben directie. Ja, dat is voor onze directie. Ik zeg, ja, dat staat er niet, hè? Oh, oké. Okay. Nou ja, geen directieparkeerplaatsen meer, hè? Tip 1, employees first, customer second. Je hoort ook best wel heel vaak mensen andersom praten, die dan zeggen, nee, je moet de klant op de eerste plek zetten. En ik zeg, nou nee, zet nou alsjeblieft die medewerker op de eerste plek. Want als die medewerker zich machtig gelukkig voelt, dan zal die ook in staat zijn om die klant machtig gelukkig te maken. En dit is een leuk voorbeeldje. Ik kreeg een tijd geleden een bosje bloemen op mijn bureau. En ik denk, wat is dat? En er stond een kaartje bij. Vandaag ben ik al 10 jaar je enthousiaste medewerker. Gefeliciteerd met mij, Koen. En ik heb er een fotootje bij gedaan van Koen. En dat is dan een van onze meer dan 450 blije eikels die wij in dienst hebben. En deze foto is trouwens alweer van een hele tijd geleden, toen we 12,5 jaar bestonden. En we alle medewerkers in 2 vliegtuigen een week lang naar Curaçao meenamen. Het is het enige jaar waarin we 30% groeiden. Het is voor mij altijd heel logisch geweest. Hoe meer liefde je stopt in je medewerkers, hoe meer resultaat eruit komt. Simpel toch? We zien het zo vaak fout gaan. Dit is op het moment dat je bij AFAS in dienst wil komen. Want ik merk vaak dat als ik dan een presentatie geef, dat mensen zeggen, oh, ik wil wel bij jou komen werken. En dan zeg ik, vertel ik een beetje wat over onze auditieprocedure. En dat je daadwerkelijk auditie moet doen voor een grote groep mensen. En je moet een dag meelopen en dan denken mensen, nou laat maar. Maar het mooie is, hè, bij ons wordt maar 8% van de mensen die op bezoek komen, wordt aangenomen. 8%. Maar die zijn dan ook geweldig. En dit is een van de moeilijkste onderdelen uit het auditieproces. Je moet een presentatie geven en meerdere mensen in onze organisatie gaan overtuigen. En in dit geval zie je dat Jacob, een van onze softwareontwerpers, Anita, een van onze gastvrouwen, Maupie, een van onze programmeurs en Mirte, eindverantwoordelijk voor ons supportcenter, allemaal verschillende mensen, allemaal mee bepalen of die nieuwe medewerker er wel of niet mag komen. Want ja, uiteindelijk moeten we wel onze winst ook met die nieuwe medewerker gaan delen. Dus you better be good, hè? Dus we zijn daar nogal kritisch op. Nou, dat was tip 1. Zo heb ik er dus nog 5 voor jullie. Is dat een beetje te volgen? Ga ik gewoon door, ja? Totdat jullie boer roepen of met tomaten gaan gooien. Tip 2. Als je dan die mensen aan hebt genomen, die fantastisch zijn, die beter zijn dan waar dan ook, stop dan eens met regeltjes. Geef ze maximaal vertrouwen, vrijheid en dus verantwoordelijkheid. Maar wat zien we nou vaak in organisaties? Je komt binnen met al je creativiteit en net van school. Je denkt, ik ga het helemaal maken. En dan word je in een organisatie gehangen die vast hangt van regeltjes en procedures en dikke handboeken waarin precies staat hoe het wel of niet moet. En mijn advies is, knip dat nou eens door. Geef die mensen die binnen zijn gewoon je maximale vertrouwen.
Nou, er is nogal wat, hè, want we houden zo van regeltjes. En we zijn zo opgevoed met regeltjes. Dit zijn de regeltjes van de serverruimte van Access for All. En ik wil jullie even meebrengen naar regeltje nummer 11. Voor 2 uur is seks in de serverruimte niet toegestaan. Maar wat is het probleem met regeltjes? Je hebt altijd de interpretatie van regeltjes. Allereerst 2 uur. Is dit 2 uur 's middags? Is dit 2 uur 's nachts? Ja? Wat is seks? He, dus je wordt betrapt daar in die serverruimte. En dan zegt iemand, hey, jullie hebben seks. Nee hoor, dit was honkje 1, dat is toch geen seks? Nou, dat soort geëikel. Hè? Wanneer is iets nou seks? Wanneer is iets nou 2 uur? Wanneer sta je nou in die serverruimte of op de rand of net eroverheen? Dus dit is alweer niet duidelijk. En dus krijgen we uitleg van de regeltjes. En nog meer uitleg. En zo leiden regeltjes tot regeltjes tot regeltjes. En het is niet de oplossing. Regels maken harteloos en hersendood. Want als je een regeltje hebt, hoef je niet meer na te denken. He, dus je hebt zo'n dik handboek en er meldt zich een medewerker bij en zegt, mijn oom is overleden. Oh, je oom is overleden. Wat vervelend zeg. Ik kijk even in het handboek, momentje. Derde graads familie. Oh ja. Je krijgt 1 dag bijzonder verlof. Maar ja, die medewerker die heeft misschien wel 3 jaar lang bij die oom gewoond, omdat het thuis niet boterde. Weet jij veel? Er wordt niet naar gevraagd, er is een regel. Een regeltje zorgt ervoor dat we niet meer nadenken. Ons hart niet meer gebruiken en ons hoofd niet meer gebruiken. Maar stel je nou eens een wereld voor, zeker in de organisatie is dit mogelijk, zonder regeltjes. Dan stel je zowel die medewerker als die leidinggevende voor het feit dat je moet gaan nadenken. Dat je je hart moet gaan gebruiken. Het gekke is, er is ook onderzoek naar gedaan, economiestudenten worden egoïstischer gedurende hun studie. Er wordt onze studenten al een mensbeeld aangeleerd waarin egoïsme goed is. Greed is good, wordt daadwerkelijk geleerd op onze scholen. Een ander voorbeeldje. CEO's die economisch gerelateerde woorden lezen, nemen minder empathische beslissingen. Ze hebben daadwerkelijk groepen CEO's. De ene groep CEO's hebben ze neutrale woorden gegeven. De andere groep hebben ze woorden gegeven als hefboom, aandeelhouderswaarde, dat soort geleuter. Deze CEO's nemen consequent minder empathische beslissingen dan de CEO's die alleen maar 30 neutrale woorden hebben gelezen. Er zit iets mis in onze bovenkamer. Je zegt, het moet anders. Want wie het slechtste verwacht in de ander, brengt het slechtste in die ander en zichzelf naar boven. Dit moet echt omgebogen worden. Wij zijn van het revolutionaire idee uitgegaan dat onze medewerkers deugen. We zeggen gewoon, je bent aangenomen, je deugt, klaar. Succes. En we hebben geen zin om regeltjes maar te maken omdat een enkeling zich niet gaat gedragen. Maar zo werkt het altijd wel, hè, in bedrijven. Er verschijnt iemand op kantoor, naakt, met een wortel in zijn kont. En dan denk je toch bij jezelf, nou, ja, dat is nou toch eigenlijk niet wat we willen, hè? Toch? Nou, dan ga je in het handboek kijken, hé, daar heb ik niks over gezegd ook. Ja, dus, nou, laten we dat even opnemen. Gij zult niet naakt met een wortel in de kont. Nou, trouwens, met een komkommer willen we hem ook niet zien, toch? Nou, alle groenten en fruit. En zo zie je dus al, je gaat weer regeltjes krijgen en regeltjes krijgen. Omdat een enkeling zich niet kan gedragen. Je denkt niet na over al die 21 jaar en al die honderden andere medewerkers die dat nog nooit hadden gedaan. Je gaat een regeltje toevoegen omdat een enkeling zich niet kan gedragen. En die weg moet omgebogen worden. Wij zijn van het volgende uit, gaan we eigenlijk 1 regel. Dat is werk met gezond verstand in het belang van AFAS. En dat betekent automatisch dat je niet naakt met een wortel verschijnt. Dat is namelijk niet gezond verstand. Het heeft ook niks met ons belang te maken. Ik denk ook niet met je eigen belang trouwens. Ik weet ook überhaupt niet waarom je dat zou doen. En dus is dit wat je bij ons doet en dit is wat je vervolgens aangeeft. Oké, dit beloof ik. Dit doe ik. Klaar. Dan hebben wij geen regeltjes meer nodig met elkaar. Maar er zit wel een groot voordeel aan regeltjes, hè? Ze zijn consistent. Wat voor Joop geldt, geldt ook voor Kees. En als je dat loslaat en naar de persoonlijke benadering toe gaat, dan betekent het wel dat de ene medewerker voor een oom die overlijdt 3 weken niet op kantoor hoeft te verschijnen. En voor een ander, die mag ze de volgende dag gewoon weer melden. En daar hebben we heel veel moeite mee. Zeker in Nederland. Deze cartoon geeft het helemaal aan. Oh, wat zijn we happy met ons kerstpakket. Komt iemand anders naast staan? Komt nog iemand anders naast staan? We zijn niet meer happy. Ik heb daadwerkelijk mensen in mijn stoel gehad, het is al een tijd geleden hoor, tegenover mij in de kamer, die zeiden, Bas, ik ben bereid mijn salarisverhoging in te leveren, als hij het ook maar niet krijgt. Maar dit is Nederland, hè?
Ik sprak met Lebbes van Lebbes en Jansen. Die gaf ooit een optreden in een theater zoals dit. En dat zat niet helemaal vol, het was in de begintijd. En ze zeiden, weet je wat, mensen van het balkon en ook van dat balkon, kom allemaal gezellig naar beneden en dan maken we het lekker knus hier met elkaar. Dat is veel leuker dan een beetje een zaal met allemaal van die gaten erin. En ze hebben een fantastische avond gespeeld, maar het theater kreeg wel de volgende dag klachten. Van mensen in de zaal, die zeiden, ja, maar nu zat er in één keer iemand naast mij, die eigenlijk een balkonplek had, en die toch eigenlijk voor gratis geld, of nou in ieder geval een stuk minder, naast mij zat. Kun je je dit voorstellen? Nou, als je dit kan voorstellen, ben je überhaupt mentaal gepensioneerd. Ik zou zeggen, verlaat de zaal, je hoort niet op de bid. Maar dit is wel Nederland, hè. We zijn ontzettend op zoek naar consistentie. En dat moet eruit. Als je bij AFAS aangenomen wordt, dan ziet je bureau er op de eerste werkdag zo uit. Dit is het onboardingpakket wat je krijgt. En ik wil je eventjes hierop wijzen. Dit zijn onze monkey milestones. Onze subtiele manier om aan de nieuwe medewerker aan te geven, wat verwachten wij nu eigenlijk van jou? Nou, er staat bijvoorbeeld op dat je een klant fan hebt gemaakt. Dat je een gewoon zomaar cadeau voor een collega hebt gekocht. Maar ook dat je stout bent geweest. Of ik heb een directielid tegensproken, ben nog steeds in dienst. De bedoeling is dus dat je met die kaartjes die je krijgt, dat je iedere keer als je een van die dingen hebt gedaan, dat je dat afvinkt, maar dat je een foto van jezelf met het kaartje maakt en het bewijs dat je het hebt gedaan. Dus ik heb een regelmaat mensen bij mij die iets evils hebben gedaan en die gaan dan met mij op de foto met hun kaartje. Het is een manier om aan te geven wat we eigenlijk van je verwachten, namelijk gebruik die bovenkamer. Doe niet zomaar klakkeloos wat die van de Veld zegt of een ander, gebruik die bovenkamer. En we hebben er niet voor gekozen om alle dingen die wij hebben bedacht maar lekker voor ons te houden en daarmee voorop te lopen. Nee, we hebben gezegd, weet je wat, alles wat werkt en waarmee we onszelf beter maken, maar ook de BV Nederland een beetje beter maken, gaan we gewoon delen. Dus we hebben een site gemaakt, die heet zowerktavas.nl. En alles wat wij doen op al deze gebieden, dus alle HR-gebieden die je maar kunt verzinnen, en die werken, die delen we gratis met wie het maar wil. Neem eens een keer een kijkje op de site zowerktavas.nl en kijk wat voor dingen wij hebben bedacht die je gewoon schaamteloos kan gaan kopiëren. Schaamteloos zoals onze klant Infoland heeft gedaan. Want die noemen het dan geen monkey milestones, die noemen het growth milestones, maar toch staan er een aantal tussen waar die je misschien wel opvallend herkent. Schaamteloos gepikt en goed. Waarom zou je het zelf verzinnen als je het gewoon kunt pikken? Uiteindelijk, waar ik hiervoor sta, is om het voorbeeld wat ik je laat zien wat vaker mogelijk te maken. Een voorbeeld wat ik tegenkwam van het Lange Land ziekenhuis in Zoetermeer, waar iemand op internet zette, kun je niet naar de sneeuw, dan komt de sneeuw naar jou. Lamia kon niet buiten met de sneeuw spelen helaas, daarom is een emmer sneeuw naar binnen gebracht. Zo kon ze toch sneeuwballen gooien en een mini sneeuwpop maken, ze genoot er zichtbaar van. Als dit je niet raakt, heb je een mega probleem. De andere kant is wel, dat degene die dit heeft gedaan, die heeft waarschijnlijk 5 regels aan zijn laars gelapt. En met een beetje pech is hij ontslagen. Want we zijn zo goed in staat om organisaties neer te zetten waar mensen niet in hun kracht komen te staan. Tip 3, goede voorbeeld geven, dan hebben we het natuurlijk over leiderschap. Maar we zien zoveel slecht leiderschap om ons heen. En dus, heel logisch, zien we nu een opmaat voor, ja dan maar geen leiderschap, toch? En eerlijk, je kunt nog beter geen leider hebben dan een slechte leider. En ik vind deze trend machtig interessant. Toch geloof ik dat er nog iets beters is dan geen leiderschap. En dat is gewoon geweldig goed leiderschap. Dat is waar we behoefte aan hebben. Mensen die op een podium durven te staan en zeggen, dit is de richting. Die kant gaan we op. Als je het niet bevalt, ga je maar lekker weg. Gewoon krachtig, goed, ethisch, netjes leiderschap. Met andere woorden, geweldig goed en zo min mogelijk. Ik heb wat voorbeelden van wat dan het goede voorbeeld betekenen inhoudt. Dit is een feestje waarbij het thema was jaren 80. Dit ben ik. Dit is onze financieel directeur Arnold. Dat had je wel gezien. Die flapte natuurlijk uit zijn broek. Kenny Dulfer, Hans Dulfer. Dat soort feestjes. Hè? Dus niet zeggen, ja, maar ik ben directielid. Dus ik ga in mijn pak staan aan de bar. Want het themafeestje is voor de medewerkers. Nee, gewoon meedoen. Ja? Hier was het thema Afrika. Dit is mijn vrouw. Dit ben ik daar. Eén kleine tip van mij gewoon tussendoor. Ga nooit als giraf naar een feestje. Nooit. Hè? Ik heb echt een week lang met een zere nek gelopen. Ja? Gewoon... Kleine tip van mijn kant, niet doen. Hier was het thema de White Edition. Hier ben ik dan als de paus. En je ziet dat bijna iedereen meedoet, behalve Timo hier, die dan gewoon als in het zwart gaat. Maar ook dat moet kunnen. Er zijn immers geen regeltjes. We hebben hem wel na afloop in het water gegooid. Benaderbaar zijn betekent ook benaderbaar zijn voor je klanten. Zo hebben wij een klant, die heeft een voodoo-pop van mij gemaakt. Dit ben ik. En laatst had hij een tweet en die zei, Bas, hoe is het met je knie? We hadden even een momentje. Ja?
benaderbaar zijn. En niet CEO als toerist in de eigen organisatie. Die eigenlijk ook niet weet waar het geld mee verdiend wordt. Op dat vlak heb ik een aardig voorbeeldje. Ik kwam dit tegen op het NOS-journaal laatst. Wim van Dalen, directeur van STAP. Dan moet je weten, dat is een organisatie tegen overmatig alcoholgebruik. Ja? Nou, ik heb nog nooit zoveel boos bij elkaar gezien. Ja? Dus ja, en dan grappig natuurlijk. Deze meneer kwam ik tegen zeg maar een paar weken later. En die is constant lam. Ja, vond ik ook wel geestig. Maar het heeft niks met deze presentatie te maken. Gewoon omdat het kan. Ja? Tipje 4, dan gaan we richting klanten toe. Zorg voor goede koffie. Ze zeggen wel eens, laat me je boekenkast zien en dan kan je vertellen wat voor mens je bent. Nou, ik zeg, laat me je koffie proeven en ik kan vertellen wat voor organisatie je bent. Ik kwam bij een organisatie, die heet Witch World. En het koffiezetapparaat zag er zo uit. Ik heb het even voor jullie uitgelicht. Dit is wat je moet doen. Want dit apparaat staat in een bedrijfsverzamelgebouw tussen het Melchus Munthuis en Witch World. En je moet dus eventjes gaan vinken voor wie je je koffie hebt gehaald. Maak nooit de boekhouder de baas. Want als je de boekhouder de baas maakt, dan krijg je dit. Dit wil je niet. Ik was bij de ING. Daar krijg je je koffie uit dit fantastische apparaat. Geserveerd in een plastic bekertje met een plastic roerstaafje. En dan kijk je naar de winst van het bedrijf en dan denk ik, hier gaat iets mis. Als je als klant zo je koffie krijgt, hoe krijg je het dan wel niet als medewerker? Of krijg je die misschien wel goede koffie? Nou, daar gaat iets mis. Dat is duidelijk, denk ik. Hè? Dit is restaurant Dauphin, waar ook Business News Radio in zit. Daar vroeg ik bij mijn kopje koffie of ik er ook een koekje bij kon krijgen. En zei die mevrouw met droge ogen, nee meneer, we hebben geen koekjes meer. We hadden koekjes, maar die waren zo lekker, het personeel at ze voortdurend op. Dus ik zeg, begrijp ik het nu goed? Dat jullie de klant geen koekjes meer geven, omdat het personeel ze opvrat? Ja meneer, dat is de situatie. Oké, hier gaat ook iets mis. Het Utrechtse stedelijke gymnasium daarentegen begrijpt dat de klant als koning behandeld moet worden, mits deze zich koninklijk gedraagt, en hebben in hun kantine het volgende. Als je zegt koek, dan kost die 1,50 euro. Zeg je, mag ik een koekje alstublieft, dan is die een euro. Simple is beautiful. Natuurlijk kan je niet iemand van een ICT-bedrijf hier op het podium zeggen dat hij niet even iets roept over ICT. Want met ICT is er zo prachtig veel dingen mogelijk. Zodat wij inderdaad weten dat er hier meer dan 7000 sensoren in zitten. We kunnen er ook heel veel evil dingen mee doen met ICT. Maar ik heb altijd ik ben een geboren optimist. Bij geboorte gevallen in de ketel met Red Bull. Ik enthousiast dus ook. ICT kan zo waanzinnig goed ingezet worden. Om het leven van ons allemaal beter te maken. Maar de leukste voorbeelden zijn natuurlijk de momenten dat het niet zo goed wordt ingezet. He, als ik jullie vraag, is deze foto uit 1995, 2005 of 2015? Nou, dan denk je waarschijnlijk 1995, maar dan is dit een foto uit 2015, waarin de Sociale Verzekeringsbank de persoonsgebonden budgetdeclaratie verwerkt. Deze mensen weten dat ze gefilmd worden door een filmploeg van Nieuwsuur en kunnen nog niet lachen. Moet je bedenken, hè? Je wordt gefilmd, je wordt vanavond uitgezonden, je denkt, wat denk je dan? Nou, ik ga mijn vrienden zeggen, ik ben vanavond op tv, dan ga je lachen toch of niet? Deze mensen zijn zo gefrustreerd. Die kunnen zelfs nu niet lachen. Hè? Als ze dit klaar hebben, dan staat dit nog te wachten. Hè? En hier zit die van je schoonmoeder, hè, de aanvraag. Dus dit is gewoon dramatisch. Op de site van de Raad van de Rechtspraak kwam ik dit tegen. Het formulier is dagelijks beschikbaar van 7 tot 9. Maar we werken er 24 uur aan. Of nee, we werken er hard aan om het 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar te stellen. Als programmeur kan ik je vertellen, het is moeilijker om dit te programmeren dan het formulier erop te zetten. Ja? En tot slot, deze vond ik ook wel geestig, op de site van Alzheimer Nederland kan je inloggen. Nou weten we allemaal dat er zijn altijd drie dingen die je hebt op een website. Je hebt je gebruikersnaam, je hebt je wachtwoord en je hebt, ik ben mijn wachtwoord vergeten. Maar uitgerekend op de site van Alzheimer Nederland, ja, ontbreekt die optie. Ik zou bijna zeggen, haal dit gewoon weg en zet gewoon een grote knop. Ik ben mijn wachtwoord weer vergeten. Nou ja, dat is de default zou ik bijna zeggen hier. Ja, dan nog een tipje van mijn kant. Goed doen. Gewoon goed doen. En ik ben zo trots dat wij in de omstandigheid zijn dat we onze eigen foundation hebben. Waar we gewoon geld weggeven. En als mentor, ik ben ook aangesloten bij NL Groeit, dus heb ik heel vaak gesprekken met ondernemers. Het is altijd stevast wat ik vraag. Wat doe je op het vlak van gewoon geld weggeven? Goed zijn voor anderen. Dan blijft het toch wel heel verrassend vaak heel stil. En natuurlijk hoor, het gaat ons heel goed. Dus wij hebben vorig jaar 3 miljoen euro aan het goede doel kunnen schenken. 3 miljoen.
over de hele wereld, met 70 verschillende organisaties. Nee, dat is, dankjewel, maar niet nodig. Het gaat erom dat wij dat kunnen doen, omdat we gewoon heel veel winst maken. Ja? Maar als je niet zoveel winst maakt, wil dat niet zeggen dat je ook niet gewoon 6% van je winst weg kunt geven. Je zult zien dat je medewerkers er super blij van worden. Jijzelf ook. Dat is, maakt je veel enthousiaster dan wat voor winstgetal je uit de doos kan toveren. Ook. Ooit. En natuurlijk laten zelf ervaren. Hè? Medewerkers die pannenkoeken bakken voor mensen die dat anders niet krijgen. Bejaarden door de stad houden. Huisjes opknappen. Gewoon goed doen. En dan zeg je misschien van de Veld, leuk verhaal. Maar alles wat jij hebt gezegd zijn natuurlijk open deuren. En dat is ook zo. Dit kun je gewoon allemaal. Waarom zou je dit niet doen? Zijn er überhaupt organisaties die het niet doen? Ja. Ik heb er één gevonden. Die doet al mijn tips precies andersom. Dat is lachen, toch? Dus ik ben begonnen met, ja, medewerkers eerste plaats, dan je klant. Nou, ik heb een organisatie die zegt, geen kerstpakket meer voor ABN AMRO's. En vervolgens sturen ze afgelopen december nog een phishing mail. Van, er komt toch weer een kerstpakket. Maar dat was alleen maar om te kijken of de medewerkers in de phishing mail zouden trappen. Ik ken een organisatie die zegt, nou, in plaats van vertrouwen, vrijheid en verantwoordelijkheid, we verbieden gewoon Netflix en Spotify. Nou, ik kan je vertellen, als ik Spotify ga verbieden bij ons, waarom zou ik dat doen? Ik luister dezelfde hele dag op de zaak naar. Maar ik niet alleen, 90% van onze mensen zit gewoon lekker achter het scherm met muziek. En ik zeg dan, je moet het goede voorbeeld geven. Hier hebben we de top die zich verrijkt en wel mensen ontslaat massaal. Ik zeg dan, zorg voor goede koffie, wij schrappen het gratis fruit voor personeel. Ik zeg dan, slim gebruik van ICT, hier heb ik de storingen van de afgelopen 24 uur. En ik zeg dan, goed doen, en hier hebben we het over valsheid in geschriften. Dus het is misschien een open deur, maar we doen het in de praktijk toch niet. Terwijl het o zo eenvoudig kan zijn. Ik laat jullie met één zin achter, en dan wens ik jullie een fantastische dag. Creëer de organisatie waar je zelf, in alle functies die het bedrijf heeft, graag wilt werken. Dus van schoonmaker, directielid, supportmedewerker, sales iemand, consultant. Maak gewoon de organisatie waar je zelf wilt werken. Bedankt, maak er een mooie dag van. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel.